Ik ben Danielle van Grondelle en ik ben curvy topmodel. Ik ben Nadia en ik ben fotografe. Mijn naam is Iris Kooltof en ik ben psycholoog, coach en eigenaar van Blooming Stories. Het winnen van de Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar zou natuurlijk helemaal te gek zijn. Ik zou een nog groter platform krijgen waarin ik diversiteit zou kunnen vieren. Ik vind het een hele eer om genomineerd te zijn voor Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar 2020. Finalist zijn betekent voor mij een voorbeeld kunnen zijn voor jonge ondernemers en onderneemsters. Het is bijzonder om finalist te zijn voor de Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar. Het doet echt wat met mijn zelfvertrouwen en ik ben gegroeid als ondernemer. Mijn moeder is vroeger Zwarte Zakenvrouw van het jaar geweest. Dus het zou te gek zijn om in haar voetsporen te treden. Ik wil meisjes en jonge vrouwen aanmoedigen meer in de spotlight te gaan staan. Een overwinning betekent voor mij een reden om nog meer een verbindende factor te zijn tussen verschillende generaties.